rekenmodellen. Ja. En dan zeggen ze zelf, dat hebben ze een rekenmodel gebruikt die ze in de hele gemeente gebruiken. Ja. En dan komen ze eruit dat wij er op Julianenlaan maximaal 1313 auto's bij zouden krijgen per dag. Ja. Nou, en we zitten tussen de 3 en de 6000 per dag die we erbij gekregen hebben. Ja. Kan men ook veilig oversteken. Ja, zebrapaden erbij. Maar we hebben ook lagere school hebben erbij. En die kinderen op. Het gaat altijd nog goed. Ja. Maar vandaag gaat het helemaal fout. Dit gaat helemaal fout. Dat kan niet missen. 20 oktober hadden we 3 fietsers onder auto's. Wat dat? Op een Juliano.